VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin riep vandaag tijdens een openbare vergadering van de Nationale Assemblée op tot aanpassingen in de aanbestedingswet 2023. Hij vindt dat de huidige wetgeving te ingewikkeld en onduidelijk is, wat zorgt voor vertragingen en inefficiënt gebruik van de middelen. Gayadin waarschuwt dat het gebrek aan transparantie misbruik van overheidsmiddelen kan bevorderen en benadrukte dat efficiënte aanbestedingen belangrijk zijn voor Surinames economische ontwikkeling. Maar ook de verantwoordelijkheid van de partijen, hun plicht om de verantwoording te nemen bij een aanbesteden, bij het gunnen of aanbesteden en gunnen van een werk. Verder hebben we gezien dat er een noodzaak was om het aanbesteden efficiënt te houden met minimale tussenschakels. Van het voorbereiden tot het implementeren, voorzitter, van de aanbestedingen. De parlementariër benadrukte het belang van publieke verantwoording en verhoogde transparantie in het toewijzen van overheidsopdrachten. Daarnaast pleit hij voor een nationale raad voor overheidsaanbestedingen om het toezicht te verbeteren en corruptie te voorkomen. Daar hebben we dus wat ik aangaf, die verplichte verantwoording, verhoogde aanspreekbaarheid en verplichte publicatie van besluiten en resultaten van zowel ORAG als ministeries. Dat is wat wij juist beogen, voorzitter, dat wanneer er een aanbesteding wordt gehouden, of het nu ook onderhands is, dat de zaken gepubliceerd worden, voorzitter. Gayadin sluit af met de oproep tot samenwerking van het maatschappelijk middenveld en de regering om de uitvoeringscapaciteiten en de doelmatigheid van de aanbestedingswet te verbeteren.